Weet. Twee lampjes op wit. Is gas erop. Gas op die lolly. En dan bij Groen hier een koppeling loslaten. Dan komt het op vooruit. Twee lampjes wit. Dan gaat de gele zo branden. 1, 2, 3. En we gaan Groen. We kunnen weg. Ja, hartstikke mooi. De reactietijd van 1:27. De crosser uit Deventer met een wat voor nummer vraag ze hier allemaal. 401. Startnummer 401. Twee keer geel, groen en we gaan weg. Helemaal zelf van die auto. Zo, dat lijkt gewoon lekker snel op vakantie. En dan zie je lekker nog meteen het verschil. Dit is een lange. Het enige wat er aan veranderd is aan deze bus is een bas uitlaat. Maar voor de rest is die volledig standaard. Alles zit erin, ook het dekbed ligt er nog in. Hey Arthur, weet je ongeveer het verschil in gewicht tussen een kever en een bus? Volgens mij is dat het gewicht ongeveer 400 kilo verschil. En dat zie je in de tijd. Maar desalniettemin hartstikke leuk. 11:51 en een eindsnelheid van 3. Volgens mij ging hij een beetje langzamer. Eindtijd van 10:73, eindsnelheid 83 km per uur. Ook klasse 4. Met een Alfa 1700 boxer injectie. Bouwjaar van de kever is 71. Ze is al eens een keer eerste geweest in de Buckshow in Spa. Dus heeft genoeg ervaring. De reactiesnelheid is al traag, dat komt op het spinnen bij de start. Dus jouw reactiesnelheid is al goed, alleen de auto reageert al traag, maar 104 km per uur. Ja, 8 uur halen we de zegel op weg. Hij zal wel natuurlijk ook erin hebben. Ze ja, dus heeft meteen grip met de auto, dus het eindstand is wat minder. Ik heb geen beeld meer, alleen nog maar computerbeeld. Deze auto ken ik. Dat is Michel. Even de band opwarmen. Michel uit Aarle-Rikstel. Met startnummer 503. De kever 1200 met een 2160cc motor erin. De versnellingsbak is standaard en heeft een bas uitlaat gemonteerd. Is al eens een keer tweede geweest op Budel en heeft 12 keer meegedaan aan de sprint van de KCN. Ja, en hij heeft ooit de sprint georganiseerd, lang geleden. En ik heb de oude testbank gezien en je gelooft het niet, maar onbelast 153 pk. Dus Michel, we geloven erin, je moet al wat presteren vandaag. Nummer 505. 111 kilometer. 111 kilometer met een eindtijd van 10. Ze moeten niet misschakelen, dat gaat niet goed. Iedereen doet. Rotterdam is ook weer klasse 6. Kan je dat ook één keer uitleggen? Ja, natuurlijk. Dat is een cilinderinhoud van meer dan 2,2 liter. Een type 1 of een type 4 motor met alles wat toegestaan is, behalve een turbo of NOS.
De volgende, Michel Mets uit Tolbert aan de stad, startnummertje 602. Met een hele waslijst aan, technische gegevens hier voor mijn neus. Een 2.7 liter type 4 motor, heeft een 5-bak aangepast. Bijzonderheden, een 914 koppen met 48/40 kleppen, 44 hertz, IDF lever erop. Maar ik heb nog geen één Duitser voorbij zien sprinten vandaag. Ik weet niet of Duitse sprintwagens zijn überhaupt. Nee. Ik hou toch wel van je, 8 uur. De 64 ook even met 2276 cc type 1. En we hebben opgelet hoeveel moeite het kost om die auto te weg te houden. Al het vermogen komt er één keer los. Dankjewel. Sorry, dat is niet voor mij, dat weet ik, maar ik zeg dan aan Zep, dankjewel. Volgens mij moet je nou iets gaan vertellen over die auto, Arthur, die er dan aankomt. En dan nu wel de start, de Peter Racecar van Dokken. Startnummer 704. Dit noemen ze nou een Gasser. En een Gasser is jaren 70 stijl racing. En Dokken heeft hem een aantal jaren. Duwe Dokken. Zo zagen vroeger de racecars eruit. Jeep bijvoorbeeld had een Gasser die ongeveer in deze stijl was. Natuurlijk niet met deze kleuren. En Gasser, ja, het is een kwestie van smaak. Ik vind het geweldig mooi om te zien dat deze auto's rijden. 1776 cc Hans. Een bouwjaar van de Kever is 1967. En zoals ze dat noemen, een echte oldschool Gasser. Helemaal goed. En hij is volgens mij rijke snel. 129 km per uur. Ik zie nou toch geen paarse kilometer. Henk heeft 11 jaar niet gesprint en is vorig jaar weer gestart. In Engeland heeft hij de snelste tijd van 9.34 gereden. Zeer bijzonder dat Henk hier aan de start staat hier in Van der Rooij. De batterij is dood. Na klasse 7 dan gaan we even een klein pauzetje houden aan de reden. En vandaan staat hij gewoon aan de stap hier op het IKW in Van der Rooij. De helper staat voor de kever om aanwijzingen te geven om Henk op zijn goede plek te zetten. Ben ik weer te horen? Ja? Ja. Ja, ik zou handen voor de oren houden. Zeker bij kinderen. Het is wel openlucht, maar het is nogal hard. Henk heeft een eigen starter meegenomen die dat Sjaak niet goed genoeg is. Maar
een eigen staf weet precies hoe die auto wil hebben, wat de afwijking is. Moet hij een beetje meer links, een beetje meer rechts aan de baan staan. Staat hij recht. Kijk, als je al scheef begint met dit vermogen, dan sta ik hier ook niet meer veilig. Maar ik kan erachter springen, dus geen probleem. Ik ga nou even snel op je hummus. We gaan beginnen! Zelfs tijd van 6.74.